Ho, veteranen, welkom, welkom, welkom. Ik doe het even alleen vandaag. Dat joch voelt zich niet helemaal op en top. Doet geen oog dicht s'nachts. Ik weet niet precies wat de reden nou is. Hij heeft tegenwoordig weer een relatie. 1 en 1 is 2. Mogen jullie zelf invullen. Hoe dan ook, ga ik hem vandaag verrassen. Dat joch heeft geen energie. Die energie is volledig uit zijn lijf gezogen. Vandaag ga ik hem verrassen, want dat joch speelt meestal even snel die playoffs voor de Weekend League. Maar ik ga dat doen. En ik ga stiekem ook, nou, toch zeker 1 of 2 van zijn favoriete spelers uit ons team verwijderen. En dat joch gaat morgen zien dat we dan 1 al gekwalificeerd zijn voor de Weekend League. Mooie verrassing. En 2, ja, dat zijn pareltjes uit de ploeg zijn. Duimpie wordt zeer gewaardeerd. Abonneer je even op ons kanaal. Daar gaan we. Dit kon in elk geval niet door de beugel. Rudiger, die mag eraf. Die Navas kostte ook flink wat centen. Het zal mij benieuwen hoor, of die Ljungberg en Merino echt goed genoeg zijn. We hebben 2 van die stijve harken. Van die stijf linkspotige Noren in de spits. Ik ben daar natuurlijk helemaal geen fan van. Maar ja, dat joch zweert bij Lengthy. Net als zijn vriendin trouwens. Kijk, nou daar gaan we. Daar komt hij. Een van die. Ja, dat is echt bulldozers die gekke jongen. What the fuck? Sherlock Holmes. Slaat helemaal nergens op dit. Die Sherlock, jongen. Wat een gek is dat eigenlijk. Maar kijk hoe sterk die gasten zijn. Het slaat helemaal nergens op. Nou. Dat is 1. Zo. Wat is dit dan? Zag je dat die kid dan? Die gek die ging er bij mij. Ik wist niet dat dat kon. Je kunt dus achter dat muurtje gaan liggen. What the hell? Oh nee. Oké. Okay. Ja, kijk, dit is een teken. Zo doen we dat bij de veteranen. Daar zijn we gewoon meegaand. Kijk, ja, ik moet zeggen, jongens. Eén zo'n bulldozer in de spits, dat kan. Maar 2 vind ik wel echt heel veel van het goede, hoor. Hoppatee. Bam, bots. Dan gaat die andere bulldozer. Kijk, ja, dit is niet normaal. Echt niet. Daar kom je als verdediger gewoon niet aan te pas. Aan te pas. Hey. Foutje. Bedankt. Nee, dit is ook zo belachelijk dit, hè. Waar slaat dit op? Die buitenkant voetschoten zijn echt veel te lijp. Wat denken jullie, jongens? Is dat joch trots op mij? Ik denk, ik heb zo'n vermoeden van wel. Ik denk echt dat die jongen morgenochtend wakker wordt en dat hij niet weet wat hij ziet. Dan denkt hij, huh? What the hell? En dan denk ik dat hij echt bezweet wakker wordt als hij goed slaapt vannacht. Dan wordt hij bezweet wakker en dan denkt hij, ik weet niet meer welke dag het is en ik weet niet meer waar ik ben. Hij denkt dat het onmogelijk is dat ik uit mezelf die playoffs heb gespeeld voordat het vrijdag is. Dat is echt een zeldzaamheid. Maar ik heb het deze week op de rit, dus ik dacht, weet je wat? We doen het! We doen het! Nou, ik moet zeggen tot nu toe, Merino maakt best wel een goede indruk. Nog niet gescoord, maar hij is gewoon wel sterk. Aanwezig op het veld. Ja, een soort kruising tussen Vieira en Roy Keane. Fantastisch dus. Maar eerlijk is eerlijk, ik verwacht deze wedstrijd wel even een doelpuntje van hem. Daar is die Sirlot weer. Oh, die Sirlot, jongen. Die stijf overeind staand stokstaartje. Maar dan wat langer. Oké. Ja, dat moet je niet doen. Dat zijn hele goedkope. Of hele dure. Het is een goedkoop doelpunt, maar een dure fout. Eigenlijk is dat best wel tegenstrijdig, hè? Nou, daar hebben we niet veel voor hoeven doen. Maar ja, de fout komt je duur te staan. Ja, het is. Merino, daar is die. Oh, ik zeg nog, ik verwacht een doelpunt van hem. Ja, dit betekent toch dat hij naar de bank wordt verwezen. Tenzij hij. Ja, hij kan het. Ja, dit is natuurlijk gewoon een wedstrijd waarin het moet kunnen gebeuren. Maar, oeh. What the fuck is dit dan? Ja, oh. Huh? Ik denk ik schuif hem er zo. In het verre hoekie, maar dat viel tegen. Ja, dat R1 dribbelen is ook wel lijp. Daar kom ik pas van de week achter door reacties onder mijn video. Ja, dit is wel lekker. Holland. Daar is hij weer. Het stokstaartje. Die gast is lijp, zegt die Sirlot. What the fuck, man. Haaland, yo. Wat? Shit. En weer een goedkope, nee. Ja, die Navas, die is wel fijn hoor, die Navas. Die is echt super, super lenig. Lekker wendbaar. Of, zoals dat joch zou zeggen, beweegbaar. Hij is zo beweegbaar. Dat is echt, hij is zo ziek. Het sfeertje. Als je hem gebruikt, joh. Je merkt echt, hij is zo beweegbaar of zo.
Hier. Oh, wat. Merino. Ja, die Merino, die kan in elk geval niet scoren. Dat is een ding dat nu toch wel duidelijk is. Daar gaat hij. Wat? Moet jullie wel zeggen, jongens. Als het zo speelt gedurende het weekend, dan vind ik het wel leuk. Kijk, ik kan gewoon lekker tikken. Weet je, je raakt die bal niet elke drie passes kwijt. Het gaat best wel snel. Het is echt lekker spelletje. En dan gaat hij. Erling. Der Erlings. Heerlijk. Hij is boos, jongens. Zag je dat? Oh, jongens. Als ik het morgen aan het jog kan vertellen, jongens, dan weet ik zeker dat hij zo blij gaat zijn. Wat ik ook net ineens bedacht. Ik speel al 4 wedstrijden met deze gek. Terwijl Rüdiger er natuurlijk gewoon in moet. Oh, en we moeten onze keeper nog upgraden. Daar hadden we geen geld voor, volgens mij. Volgens mij wilde dat Joch de Gea. Maar Ter Stegen kan volgens mij ook. En die is, ja, die is beter. Die is 88. We komen op 33 teamgeest. Die heb je toch wel binnen 30k. Hier, 23k. Hoppatee. Goed gesniped. Marc-André Ter Stegen. Laat maar even weten wat voor chemistry style erop moet. Die Rüdiger, wat een monster ook. Het is echt een monsterploeg dit. Ik kan niet anders zeggen. En ik vind deze man ook echt fijn. We hebben nog nodig 1 overwinning en 3 nederlagen. Oh jee, ja. Kijk. Dit is alleen maar beter. Ljungberg. Die Ljungberg heeft echt nog niks goed gedaan. Haaland. Oh, schitterend, ja. Wat stuurt hij ze daarmee het bos in? En dan naar zijn rechter, natuurlijk. Prima. Kan allemaal, joh. Hier. Yeah. Die Rüdiger, joh. Wat een monster. Merino, kijk eens. Ja, die Merino. Ja, hij heeft wel gewoon het overzicht. En dit is het stokstaartje van 2 meter. De stokstaart. De stijve, linkspotige stokstaart. Sørloth. Ik vind het een fenomeen. Ja, voorin. Wat kunnen we voorin? Ik wil gewoon een... Ik wil een creatieve middenvelder erbij. Er is letterlijk niemand op Anthony na. En die kost nog maar 7000 munt of zo. Er is niemand op Anthony na die gewoon een skill moveje kan doen. Het is wel de manier om te spelen. Ik begin er beter van te spelen dan in die weekendweekjes. Maar ik wil wel een klein beetje flair in de ploeg. Kijk, deze man is er klaar mee. Bal over de zijlijn. Prima. Dat is onze 4e overwinning. Dit zal niet veel zijn, denk ik. Maar wie weet, jongens. Wie weet. Dat Joch, joh, die weet niet wat hij meemaakt. Dat Joch is dus echt een control freak eigenlijk, hè. Dit is Bartra. Tegenwoordig bij Trabzonspor. Bartrabzonspor. Oké, zeldzaam goudpakket. Ik heb zo'n gek vermoeden dat in een van deze twee nog iets heel goeds gaat zitten. Kijk, dat bedoel ik. Kramaric. Ik kraam maar iets uit, maar... Oh, een shadow. En dan tot slot deze. De lampen gaan omhoog. Het is een mid-mid. Oké. Adama, kijk. Het is niet zo heel slecht. Oké. Ik heb iets bedacht. En dat Joch gaat het niet leuk vinden. Maar het zit zo. Haaland kost 175k. Hoe ga ik dat doen? Ik wil echt iets anders in plaats van Haaland. Kijk, wat ik eigenlijk wel vet vind is bijvoorbeeld om gewoon met Benzema te spelen. Alleen al omdat die gewoon 4 sterren skill heeft. Gouden balwinnaar. We gaan dat gewoon doen. Donder op, man. Dat gaan we gewoon doen. Ik verkoop Haaland. Heel sneaky. Dat Joch weet van niks. Die was 175k, begreep ik. Nou, met een jagerkaartje 174 is hij zo pleiten. Mooi. Nou, maak 173 van. Even afronden. Hoppatee. Weg ermee. Je moet er gewoon niet meer over nadenken. Benzema is veel goedkoper. Maar dat Joch weet niet dat die Benzema ook gewoon een legend is. En, weet je, om dat Joch nog een klein beetje tevreden te stellen. Ook Benzema is lengthy. Spits. Pats, boom. Die is binnen. Meteen op 3 chemistry. En dan wil ik eigenlijk nog heel graag Ødegaard. Omdat dit wel een beetje heel erg defensief is. Komt er wel nog een linkspoot bij. Maar ja, we halen ook een linkspoot weg met Haaland, dat scheelt. Kijk, deze kaart van Ødegaard is gewoon te gruwelijk. Ze hebben vandaag verloren van PSV. Maakt dat wat uit voor zijn prijs? Ik denk het niet. Ze gaan gewoon door natuurlijk, Arsenal. Die kaart kost wel flink wat. Kijk,
119. Architect. Dit is toch top, jongens. Nog even zo'n dingetje erop. En hoppata. Jongens, dit is toch een team, hé. Ook even iets meer variatie, weet je wel. We hadden twee van die broodbakkers. Nee, van die houthakkers. En ook voorin twee van die takelwagens, van die tractors. Ik vind dit gruwelijker. En als dat Jochen te aanvallend vindt, dan hebben we hier nog Casemiro op de bank. Oh jongens, wat een team zeg. Thanks voor het kijken. Morgen zien we wat het Jochen ervan vindt. Adios. Bij Veteranen. Ciao, ciao.